Volg Rode JC Kerkrade ook via Hives, Facebook en Twitter. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws van jouw favoriete club. In Limburgse Passie komen bijzondere Rode JC beelden voorbij. Trainers, spelers en supporters vertellen over hun herinnering aan 40 jaar Eredivisie. 8 mei 1997 is een dag die voor veel Roda supporters in het geheugen gegrift staat. Dat is namelijk de dag dat de club voor het eerst in de historie de KNVB-beker won. Het zender die alles eerder in de finale spelen. Ik heb in 1992 speelden we tegen Feyenoord. We waren een beetje kansloos, verloren we. En dan kijk je natuurlijk geen uit hè, als een bekerfinale dan jaren later weer eraan komt. Dan verheug je eigenlijk wel op. En de eerste die ik speelde was ik 19. En dan ben je een aantal jaren later ben je wat rijper erin en dan ben je er ook denk ik eerder klaar voor. En dan snak je natuurlijk naar om een keer die badjas aan te trekken waar de beker wint voor geld. Was je zenuwachtig voor de wedstrijd? Nee, helemaal niet. Nee, het was eigenlijk een heel ontspannen wedstrijd. Voor mij tenminste, een hele ontspannen voorbereiding. Omdat ik had natuurlijk al de nodige jaren natuurlijk wel erop zitten. Ja, we hebben die voorbereiding ik kan me niet precies meer herinneren waar wij zaten. Ja, maar het ging gewoon heel losjes aan toe. En het was net van, tenminste mijn gevoel was net zoiets van, ja oké, we gaan hier gewoon die beker pakken. En klaar, en een leuk feest. En dat was het. De wedstrijd is open, dat is duidelijk. We spelen gewoon, ik denk van onze kant, gewoon een goede wedstrijd. Misschien had de weerstand van Heerenveen meer kunnen zijn. Maar ik denk dat wij de doelpunten op goede momenten maakten. En dat daardoor ook dat we gewoon een hele leuke, ja, ik wil niet hele makkelijke middag hadden. Maar wel iets hadden van, ja, ons kan niks gebeuren. Roda is veel feller, Heerenveen is nog niet bij de les. Misschien dat het wel een beetje met spanning had te maken. Heerenveen weet ik niet of die vooraf ook een bekerfinale hebben gespeeld, dat weet ik niet. Maar het leek wel net of hun daar iets meer spanning op zat dan bij ons. Van der Leur met de hoekschop. Vrede niet, maar wel zender. Dank u wel, 2-1. Jongen. Ik ben natuurlijk een speler die zijn hele carrière natuurlijk niet heel veel doelpunten heeft gemaakt. Wel een paar mooie. Maar deze was natuurlijk bijzonder. Als je een doelpunt maakt in de bekerfinale. En je wint die prijs, dan wil zeggen dat het altijd speciale momenten voor je blijven zelf. Vrede weer als bliksemafleider en zende komt natuurlijk onberispelijk binnen. Als je prijzen wint en zelf een keer een doelpunt maakt, hè, zeker omdat het dan voor mij uitzonderlijk was en heel mooi, ja, dan blijven mensen erover praten. En ja, dat blijft op heel lange termijn blijft dat echt gewoon een hot item. En was het ook extra bijzonder omdat je natuurlijk echt een jongen van de club bent? Ik denk dat het deels ermee te maken heeft, want als je het zo bekijkt van hoe de hele media en de hele supporters eromheen zijn, dan heb je natuurlijk dat ik vaker daarover aangesproken word dan iemand die van ver komt. Weer de ruimte tegen de lat en Simon net niet. Kopbal van Sende weer, nu tegen de lat. Ja, als die er nog in was gegaan, ja, dan hadden ze me nooit meer uit de boeken kunnen strepen, denk ik. Maar het was gewoon heel leuk. Op het moment dat je zo'n bal dan net op de lat komt, denk je van, oh, als die dan nog eens in mag gaan, dan blijf je later natuurlijk over praten. Hè. Omdat dat gebeuren op die dag is iets wat je heel lang bijblijft. Van der Leur, ik wil hem terug, krijg hem niet, maar dit is ook mooi natuurlijk. Ja, dankjewel. Het is gebeurd met Heerenveen en Roda, dik verdiend. Op ruime voorsprong. Dat zijn van die momenten dat je echt erop staat uit te kijken, zo van oké, okay, wanneer komt het ding eindelijk een keer langs? Ja, dat is echt zo. Hè? Zo je denkt van, je ziet iedereen weer, de aanvoerder als Ruud Hesp, die zag je gelijk met die beker omhoog, hè? Dat is ook vrij normaal. En dan sta je zo te kijken van, ja, wanneer komt een rot ding nou een keer langs? Weet je? Zo van, wil je het toch een keer bekijken? En dat je hem later in die bus de hele tijd bij hebt. Ja, dat wist je vooraf natuurlijk niet, maar het is wel zoiets van ja, bepaalde gretigheid die je hebt om een keer dat ding in je handen te hebben. Het is gelukkig ook gebeurd. Ja, we zijn natuurlijk in Kerkrade aangekomen. Ja, en daar was net of heel Kerkrade en omstreken gewoon in het centrum was, weet je. En ja, dat was gigantisch. Daar stond je boven zo'n balkon. Ja, en je zag alleen maar mensen.
Er zag alleen maar mensen. Het was echt van, het was zo'n grote massa. Ja, dat is ongelooflijk. Voor mij persoonlijk blijft de bekerfinale, zeker omdat ik dan een keer scoor. Met het hele publiek eromheen, de supporters, de mensen die ik, ja, waar ik toch mee opgegroeid ben, die voor je tribune staan, waar je nog steeds mee in aanraking komt. Ja, dat zijn momenten die blijven je echt lang bij. Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet gehoord of een keergoudje bent of Hollander of Ingoat of Boeselender. Het is gewoon schitterend om zo'n prijs te winnen, dat is gewoon een chance.